Natuurpunt Waasland een opleiding georganiseerd, natuurfotografie, waar we een twintigtal cursisten uit het Waasland en iets erbuiten hebben opgeleid in de kunst van natuurfotografie. We gaan jullie nu laten meegenieten van het resultaat van een aantal sessies in groep tijdens de cursus in het Waasland en in de haven. En denk dan bijvoorbeeld aan Mosbroek in Lokeren, het Rot op Linkeroever, Stropersbos in de Klingen en de Grote Geulen midden in de haven. Maar ook beelden die de cursisten zelf hebben getrokken in een gebiedje naar eigen keuze door alle seizoenen heen. Het feit dat die cursisten gegroeid zijn in de kwaliteit van hun foto's heeft te maken met een aantal tips die ze in de praktijk hebben gebracht. Tip 1. Laag standpunt. Als het kan, nog een lager standpunt. Maar je moet je echt in bochten wringen, laag bij de grond gaan. Als je een macro-opname wilt maken, een paddenstoel laag bij de grond, een bloemetje, dan moet je echt al gaan beginnen zoeken. Kan ik niet nog iets lager? Kan ik iets, waar leg ik juist mijn scherpte? Dat soort van oefeningen is echt een hele belangrijke tip. Tip 2, licht. Neem, je zit in een bos, in de herfst, allemaal varens. Hoe krijg je dan die sfeer? Voor een stuk ook weer met die positie in te nemen, maar in dit geval ten opzichte van de lichtbron, de zon. Laat die zon door de varens schijnen, bijvoorbeeld. Wil je aan landschapsfotografie doen, dan is het licht superbelangrijk, want dat maakt heel je beeld. Soms is het gewoon belangrijk om een aantal keren terug naar dezelfde plek te gaan komen en wachten tot de lichtsituatie perfect is. Ook van belang met licht is uw lichtmeting. Je zit met soms een witte vogel die in de schaduw zit of een zwarte aalscholver in het water waar de zon in reflecteert. Dat zijn moeilijke situaties waarbij je niet zomaar op je camera kunt vertrouwen. Tip 3. Dat is op de goede plaats zijn, op het juiste moment. En ook het anticiperen op het gedrag van dieren. Als je dieren wilt fotograferen, vogels of nog moeilijker, zoogdieren, dan is het best dat je ergens een plekje kiest, daar niet te veel van wegloopt en dan laat gebeuren wat er gebeurt. En wat je dan natuurlijk helemaal graag hebt, is een goede actiefoto. Neem een vogel in de vlucht, iets, net een actie die er gebeurt, een reiger die een visje vangt bijvoorbeeld, of een aalscholver. Dat zijn zo die momenten waar je op moet, in moet anticiperen, maar ook dat je die sluitertijd gaat moeten beheersen om scherpe beelden te maken.